Bij het zaaien hebben we dit jaar heb ik de loonwerker gevraagd om een aantal kouters te installeren op de zaaimachine. Die maken een gultje tussen de bedden in. En dat gultje doen we ook al bij de aardappelen. Dan maken we die tussen de ruggen. En dat zorgt ervoor dat water, op het moment dat er een hevige neerslag is, het eerste water gewoon de grond in loopt. In plaats van dat het tussen de bedden door in het spoor zo het land afspoelt. Doordat het minder afspoelt, heb je minder emissie. In ieder geval de eerste first flush vang je het deels op. Ik doe dit om te kijken hoe we met praktische maatregelen iets kunnen doen aan onze emissie. Wat niet hoeft, dat heb je maar te pakken. En ook, ja, ook met als doel om te voorkomen dat er straks regelgeving komt die en niet praktisch is. En eigenlijk het doel voorbij streeft. Nee, voor de loonwerker heeft eenmalig wat installatiekosten. En die moet een paar kleine slijtdeeltjes van nu en dan vervangen. Maar dit is goed te doen. Het is helaas niet helemaal perfect. Je kan niet elke rij met een koutje doen, want dan begint de machine te trekken. Maar de 2/3 van de rijen kunnen we daardoor een gultje graven. Gultje trekken. Nou, dit speciaal heeft dus voordeel dat we nu de kopenden dus niet betelen. Dus hier komt tarwe omheen en die tarwe vangt dus ook de eerste afspoeling af. Ja, daarnaast in de aardappelen passen we ook hetzelfde met gultjes. Drift reducerende maatregelen op de veldspuit. Ik heb net een nieuwe veldspuit gekocht met weeftechnologie om tot 99% driftreductie te kunnen komen. Deze maatregel op deze zaaimachine, waar je als het ware achter de trekker de kouters plaatst, die maatregel is goed toepasbaar denk ik op de meeste zaaimachines. En dat geldt ook voor de kouters in de rug. Er zijn weer wat moeilijkere oplossingen als we heuveltjes maken, dat soort dingen, dat vergt meer investering. Maar dit is voor loonwerkers relatief makkelijk toe te passen. Ik denk dat we met z'n allen dingen kunnen voorkomen die onnodig zijn. Dus daar geldt het zeker voor willen is kunnen. En ik denk ook dat bijvoorbeeld bewustzijn het grootste reductie in emissie kan bewerkstelligen. Maar er zijn ook zaken bij als, er zijn wel dingen die kun je willen, maatregelen, maar ja, dan moet je heel erg afvragen, moet je ze wel willen? Want er zijn bepaalde scenario's die in het teeltseizoen kunnen voordoen, dat ze flink tegen je werken. En dan heb je er last van en dan levert het niet op wat je wilt.